Een hele goede middag, kijkers van de Dutch Strategist. Welkom terug hier in Europa. We zijn op de Europaspan. Ik had het pas geleden beloofd dat ik hier zou gaan kijken. En ik ga jullie nu een toertje geven door de Europaspan. Nou, dit is de Europaspan in een notendopje. En we gaan gewoon even stapje voor stapje gaan we alles doornemen. Nou, hier Spanje dus. Eigenlijk om precies te zijn Spanje hier, achterin de boot. Nou, wat is eigenlijk het idee? Is dat, ja, je komt hier natuurlijk nieuw aan op het continent met alle andere nieuwkomers. En dan ga je Europa langzaam in. Het eerste wat je tegenkomt is een paar wachters. En wat informatieve bordjes. Welkom in Europa. Even kijken, je moet het het staat een beetje door elkaar hier. Uitkering en wifi recht vooruit met een denkbijeenkomst. De wifi komt recht vanuit Den Haag. Plus je kan Westerse vrouwen vinden en Turkse schoteltelevisie. Nou, beter dan dit kunnen we het niet maken natuurlijk. En hier mag je eigenlijk niet kijken. Niet kijken als je je eigen cultuur wilt behouden. Inburgering gebeurt hierachter. Nou ja, zoals jullie zien, ik zal even een hele kleine sneak peek geven van hoe dat eruit gaat. Het is eigenlijk gewoon even om een beeld te geven van hoe dat er allemaal aan toe gaat hier op de server. Weet je, zo'n korte tour. Je ziet het als een soort van wachtrij voor een attractie in de Efteling. En dit is geen wachttoren, dit is een zendmast. Maar er staan wat mensen in, ja, gewoon, die zijn de boel in elkaar aan het monteren. Dit is echt geen wachttoren. En dit is een tijdelijk opvangcentrum. Want als je hier natuurlijk binnenkomt, en er zit ook gratis een uitkering en wifi achter die deur. Want kijk, als je hier natuurlijk als nieuwkomer binnenkomt, dan heb je natuurlijk nog geen plekje om zomaar te gaan wonen. Dus dan kan je hier tijdelijk terecht. Nou, dan kan je hier naar binnen. Dan kan je je hier aanmelden bij een van onze mensen. En dan kan je in onze tijdelijke kamers kan je gaan zitten. En mocht je nou helemaal klaar zijn, dan kan je hier onder de douche. Ja, daar gaan we. Ja. Hierboven verder is ons dakterrasje van dit tijdelijk opvangcentrum. En ja, dat. En ja, dat was dat dus. Wat we nu dus verder gaan doen, is we gaan weer terug. Kijk, je kan hier eigenlijk normaal niet naar buiten, dus daarom gaan wij een beetje cheaten. We gaan er overheen en we gaan naar ons volgende gebouw. En dat is dit kleine gebedshuis. Moet je verder niet op letten natuurlijk, want ja, dat hou je toch. En hier ga knielen dan, en anders krijg je geen uitkering. Nou, je weet hoe dat gaat. Hier kan je dus je uitkering halen. En ja... Dat is gewoon eventjes een dingetje. Dit is verder een platform, daar kom ik zo op. En hierachter is ons hotel. Wifi en schotel tv. Nou ja, dat trekt natuurlijk dit soort mensen aan. Dus dan ga je hier naar achteren. Het is vakantieparadijs, gratis woningen. Gratis woningen. Wifi loopt door. Spawn flat. En dit is... Ja. Dit is dus zeg maar, als je binnenkomt, boven is wifi en kamers. Nou, dit is zeg maar, deze hele span is het meesterwerk van Damien, een van mijn bouwers. En ja, welkom op de main service. Als je ziet, zit je nu in een huis. Dit is om je veilig te houden. Geniet van de schoteltelevisie en de uitkering. Groetjes het stafteam. Voordat je naar buiten gaat, er is ook een avondklok. Van 17:30 tot 18:00 mag je buiten zijn. Blijf je hier langer, dan blijf je buiten. Blijf je langer blijven, dan krijg je een ban. Damien, als je dit ziet, kan niet. Hè? Hier heb je dus de tv. Dus daar kun je met z'n allen televisie kijken vanaf thuis. Hierboven is Ahmoud die naar buiten kijkt. Dan heb je gewoon een lekker balkonnetje, schoteltjes. Je kan gewoon lekker televisie kijken. Echt super gezellig hier altijd. We hebben ook buurtbarbecue iedere week. Hier hebben we gewoon wat extra slaapkamers. En hierboven heb je ook nog een klein dakterrasje. Met onze Uber-schotel, zeg maar. Dit is waar de wifi. Die halen we hier recht vanuit Den Haag. Den Haag ligt daar ergens. En dan hebben we deze supercoole schotel die hem daar vandaan haalt. Nou ja, wat je hier dus kan doen, als je echt je uitkering graag direct wilt hebben met spoed. Dan is het zeg maar het idee dat je hier door naartoe loopt. En dat je hier naar beneden springt. En dan spring je precies daar. Dan krijg je je uitkering. Direct. Nee, dat is dus eigenlijk het hele idee van deze spawn. Het is eigenlijk gewoon een soort van introductie, zeg maar. Dus mocht je interesse hebben in deze spawn, je kan altijd gewoon komen. En ja, we zullen je graag nog een extra rondleiding geven. Dit is het bouwwerk van Damien, dus ik wil graag alle credits aan hem geven. Hij kon hier helaas zelf niet zijn, want ja, toen ik dit wilde gaan opnemen, moest hij weg. Erg spijtig.
Maar ja, normaal gesproken zou hij dit doen. Maar dit is dus eventjes onze span. Nou, als je het leuk vindt, laat het dan vooral weten in de comments. En dan spreek ik jullie de volgende keer wel weer. Later mensen, hartstikke bedankt voor het kijken.